De Caribbean Export Development Agency, CEDA, heeft een eendaagse workshop voor capacity building verzorgd voor het bedrijfsleven en enkele ministeries. Hierbij hebben de organisaties zoals VSB, ASFA, het Business Forum en leden van de ICT-community aan geparticipeerd. Het is de bedoeling om entrepreneurs te ondersteunen in hun traject van exporteren naar het Caribisch gebied. Natasha Edwin Welcott, Senior Advisor van de CEDA, geeft aan dat Caribbean Export een bijdrage levert aan het creëren van banen door nauw samen te werken met andere bedrijven om de export te vergroten en investeringen aan te trekken. CEDA helpt bedrijven die exportpotentieel hebben of al exporteren om hun capaciteit, concurrentievermogen en exportinkomsten te vergroten en zodoende kostbare banen te creëren.